DJI kennen we natuurlijk van de grote verscheidenheid aan producten. Van de hele kleine 250 gram drones tot grote enterprise drones zoals de Matrice 300. Maar er is ook nog een beetje een aparte afdeling genaamd Agras. En daarin zitten eigenlijk de grootste drones van de line-up met tot maar liefst drones van 90 kilo maximum take-off weight. Die Agras drones die zijn speciaal gemaakt voor de agricultuur om vloeistoffen en eventuele vaste korrels te sprayen in de landbouw. En vandaag hebben we de Agras T10. We beginnen deze unboxing even wat anders dan anders op de grond, omdat het toestel gewoon zo groot is dat we hem niet op de standaard tafel kunnen uitpakken. Dus we gaan hem even openmaken. De Agras T10 is eigenlijk het kleinste broertje uit de Agras line-up. Je hebt op dit moment de T10, de T30 en de T40. En het grootste verschil tussen die toestellen zit hem simpelweg eigenlijk in het gewicht wat ze kunnen meenemen. En daarmee dus de vloeistof of vaste stof die ze kunnen verspreiden. En dat heeft uiteraard dan ook weer invloed op het gewicht van het toestel. Deze Agras T10 die kan tot 10 liter vloeistof meenemen of 7 kilo aan vaste stoffenkorrels. En het toestel weegt dan met alles erop en eraan een maximum take-off weight van 24,8 kilo. Nou, in de box vinden we onder andere een tasje met wat accessoires, zoals een USB-lader, de 4G-dongel voor in de remote en wat extra nozzels, schroefjes en kleine dingetjes. Dan hebben we de WB37 batterij en de WB37 charging hub met ook nog een losse USB-lader. Dan hebben we de afstandsbediening. Nou, die afstandsbediening dat is eigenlijk dezelfde als dat we kennen van de Matrice 300. Met alleen wat kleine aanpassingen erop, zoals onder andere aan de achterkant deze extra beschermkap. En natuurlijk de andere software die erop draait. Daar kijken we zo ook even verder naar. Dan heb je hier nog een stukje reserveslang voor naar de spraynozzels van het toestel. En we hebben een boekje zitten. En dan gaat de bovenkant van het piepschuim eruit. En dan komen we bij het toestel zelf terecht. Even kijken of die er zo uit kunnen halen. En dan is hier de Agras T10. De doos is niet overdreven, het is echt een heel groot toestel. En dan is die in deze situatie natuurlijk ook nog opgeklapt. We gaan hem even op tafel zetten en de accessoires erbij pakken. En dan kunnen we nog even rustig naar dit toestel kijken. We hebben het toestel even op tafel gezet en ook alle accessoires erbij gepakt. Zoals je net in de hoofddoos al zag, wordt het toestel eigenlijk zonder al te veel gekkigheid geleverd. We hebben het toestel zelf, we hebben wat kleine accessoires zoals de 4G-dongel, een USB-C lader en een batterij voor de afstandsbediening en de afstandsbediening zelf. Die afstandsbediening is in basis dezelfde remote als we kennen van de Matrice 300. Er zijn wat kleine dingen anders. Hier staat bijvoorbeeld het Agras logo op de voorkant. En het vakje waar de extra batterij in zit op de achterkant is voorzien van een extra beschermvakje. Zodat die net wat beter spatwaterdicht is. En verder draait hier natuurlijk een andere applicatie op. Want hier draait de DJI Agras app op voor het aansturen van de Agras toestellen. En niet de DJI Pilot app. Wat je ook merkt is dat de knopjes aan de bovenkant net wat anders zijn, want die zijn voorzien van een rubber laagje, zodat die net eventjes iets meer waterbestendig zijn. Maar in basis qua layout en alles is het eigenlijk de M300 remote zoals we dat kennen. Nou, verder zit er in de standaarddoos dus niks, maar je hebt natuurlijk wat extra dingen nodig om ermee te kunnen vliegen, waaronder deze batterijen. Die batterijen zijn één groot batterijblok, dus er gaat één batterij tegelijk in. En dit is een 9500 mAh accu op 52 volt. Dus één blok met een handvat aan de bovenkant die aan de achterkant van het toestel zo erin glijdt. En dan net als alle andere DJI drones met de aan- en uitknop aan de bovenkant op de batterij aan- en uit te zetten is. Nou, om die batterijen op te laden hebben we natuurlijk ook een oplader nodig. En daarvoor is deze Agras Charger. Daar zitten twee aansluitingen aan. Die je zo kan uitklappen en dan de accu ernaast kan zetten en kan aansluiten. En de lader laat één accu tegelijk op. En net als met de battery charging hubs of andere laders die we kennen. De accu die het volst is, zal die als eerste weer gaan opladen. Dus je kunt twee batterijen tegelijk aansluiten. En dan zal die er één tegelijk opladen. Om te zorgen dat je zo snel mogelijk weer een volle accu hebt.
Nou, dat zijn natuurlijk de basisbenodigdheden, maar een van de optionele accessoires die er ook is voor de T10 is deze spreader kit. Standaard is de T10 voorzien van spraynozzels onder de armen met een vloeistoftank in het midden van het toestel. Maar die vloeistoftank in het midden, die kun je dus ombouwen naar deze spreader unit. En dan kun je dus in plaats van vloeistof spuiten, kun je vaste korrels tot een diameter van 5 mm kun je verdelen over het veld. En dan heb je deze schijf aan de onderkant die ronddraait om dat mooi te spreiden. En deze tank met daarin dan de vaste stof die je op dat moment probeert te verdelen. Dus dat is een klein beetje ombouwen, maar dan kun je de T10 dus ombouwen van vloeistof naar vaste stof of korrels verdelen. Dit is een optioneel accessoire en deze batterij en lader neem je uiteraard ook los, maar die heb je natuurlijk wel nodig om te kunnen vliegen. Gaan we het toestel eens even uitklappen. Dat gaat door eerst de voorarmen naar voren te doen. En dan zit er aan de voorkant een klikmechanisme. Datzelfde doen we aan de andere kant. En dan kunnen vervolgens de achterarmen uitgeklapt worden. Zo. En ook die zetten we vast met het klikmechanisme. Nou, je ziet gelijk al dat het een hele flinke drone is. Maar dat hadden we met de unboxing ook al meegenomen. Maar het is natuurlijk wat anders dan een andere drone. Want ja, je hangt hier niet echt grote camera's of zo onder. Er zitten wel een paar cameraatjes op. Aan de voorzijde vind je een FPV-camera. En diezelfde camera zit ook aan de achterzijde. Zodat je zowel vooruit als achteruit altijd een overzichtsbeeld hebt. En die cameraatjes zijn ook voorzien van verlichting. Dat mocht je ze in het donker gebruiken, dat je ook dan wat extra licht hebt om goed zicht te creëren. Hier zie je aan de voorkant die FPV-camera. Nou, wat je verder aan de voorkant ziet, is eigenlijk het hoofddeel van de drone zelf. En daarin zit hier een groot deel van de elektronica met een stuk koelvinnen daarnaast. Daarnaast vind je de twee RTK-antennes. Die gebruikt het toestel om te vliegen en voor zijn navigatie. Zodat hij natuurlijk centimeter nauwkeurig kan vliegen en ook centimeter nauwkeurig kan sprayen. En in het middenstuk zit ook nog een radar. En die radar die kijkt omhoog, dus die kan omhoog obstakeldetectie doen. Dat is een radar die één kant op kijkt. Maar hier aan de onderkant vinden we ook een radar. En dat is eigenlijk de CSM-radar zoals we die voor de M300 kennen, maar dan op zijn kop. Deze radar die kan volledig 360 graden rondkijken en naar beneden. Op de M300, als die bovenop zit, kijkt hij omhoog. Maar bij deze kijkt hij dus naar beneden. En die radar doet enerzijds dus obstakeldetectie. Waardoor het toestel, omdat je deze toch over het algemeen natuurlijk lager en dichter bij objecten zult vliegen met beplantingen en dingen, kan hij een hele goede en nauwkeurige obstakeldetectie doen. Ook van hele kleine objecten, zoals dunne kabels of takjes. Dat hebben we ook in de video van de CSM-radar laten zien. En omdat die radar op zijn kop zit en ook naar beneden afstand meet, kan die ook, als je dus vlak over gewassen wil sprayen, heel nauwkeurig die hoogte boven de gewassen aanhouden. Zodat die mooi op de ingestelde hoogte consequent boven het te sproeien gewas kan vliegen. Nou, daar is het eigenlijk de hoofdelektronica. Hier aan de voorkant vinden we ook de pomp. En daarachter zit dan de vloeistoftank. Die heeft aan de zijkant een grote vulopening, waarmee je hem uiteraard kunt vullen. Maar die kun je ook eenvoudig verwisselen, want er zit een soort van quick release sluiting aan. Die zit hier aan de achterzijde van de tank. En die zit met een slangetje aan de onderkant verbonden. En hier in het toestel zit de aansluiting daarvoor. Dus je kunt als je accu gaat wisselen ook simpelweg de vloeistof wisselen door een tweede tank te pakken. Die erin te doen, nieuwe accu erin, kan het toestel verder vliegen en kun je die tank ondertussen rustig weer bijvullen. Zo gaat die tank daar weer in. Dan hebben we uiteraard de batterij. Die komt daar achter te zitten. En die klinkt eigenlijk op een soortgelijke manier achter de vloeistoftank. En dan zit hij vast en dan kun je hem dus bovenop aan het toestel kun je hem aanzetten. Ja, en verder is het natuurlijk een relatief kale drone, want dit toestel is echt gemaakt voor dit sprayen. En voor een optimale payloadcapaciteit, want je wil natuurlijk zo efficiënt mogelijk werken en daarom zoveel mogelijk vloeistof meenemen. Dus het toestel is zoveel mogelijk uitgekleed. De ESC zit hier rechtstreeks onder de armen bij de motoren. De armen zijn de slangetjes aan de buitenkant. Dan heb je een basis metalen frame, voorin de elektronica zitten en verder een batterij en een vloeistoftank. En dat maakt het ook wel heel overzichtelijk en dus ook makkelijk uit te wisselen om bijvoorbeeld een batterij of de vloeistof te wisselen. Nou, de props zijn ook een slagje groter dan je van de meeste gewone toestellen gewend zijn. Dit zijn 33 inch props
En ook de motoren, ik weet niet of je de referentie met mijn hand ernaast kunt zien, maar dat zijn echt hele serieuze motoren. En het toestel is qua diameter ook zo groot, ik kan vanaf de achterkant niet eens de voormotoren aanraken. Het toestel is qua diameter ongeveer 1,5 meter. En dat is nog zonder dat de props zijn uitgeklapt. Dus dat is echt een hele serieuze drone. Dit wordt dus voornamelijk voor de agricultuur gemaakt. En dat in combinatie met bijvoorbeeld multispectrale mapping. Zodat je kunt analyseren welke delen van de gewassen extra liefde en extra sproeimiddelen nodig hebben. En dat je vervolgens heel gericht spotspraying kunt gaan doen om juist op die plekken waar het noodzakelijk is te gaan sproeien. En op die manier heel gericht je middelen in te zetten en daarmee eigenlijk veel nauwkeuriger aan precisielandbouw te kunnen doen. Nou, mocht je nou meer over deze Agras T10 willen weten of er wellicht eentje aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.